Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe extra video. Ik ga vandaag samen met jullie mijn kledingkast opruimen, want dat is echt heel erg nodig. Het is echt een mega grote troep. Voor de mensen die mij misschien al wat langer volgen, die weten dat ik nu sinds 1,5 maand ongeveer op mezelf woon met mijn vriend. En dat wij 1 kledingkast hebben om te delen. En dat ik in het vorige huis bij mijn vader 2,5 kledingkast had voor mezelf. Dus dat was best wel eventjes een grote switch. We moesten best wel veel dingetjes bij mijn vader ook laten, omdat het anders gewoon echt niet paste. Maar na 1,5 maand is de kledingkast alweer echt bomvol. Echt, er zit van alles in waarvan ik denk van ik draag dit echt nooit. Terwijl ik aan het begin juist dacht van ik neem alleen de dingen mee die ik juist wel draag. Dus ik ga er ook wat dingetjes uithalen. Ik ga hem dus opruimen en uitzoeken. Want 31 oktober sta ik op de klassentil in Amsterdam in het Mr. Monkey Hotel met nog een paar andere meiden. Alle informatie over die klassentil zal ik in de beschrijving zetten. Dus kom daar gezellig naartoe. Zou ik echt heel erg leuk vinden. Ik heb lekker mijn slons outfitje aan. Ik heb mijn haar niet gedaan. Ik had er echt even geen zin in. Lekker een opruim outfitje. Dus laten we maar snel beginnen. Heb je er nou heel erg veel zin in? Doe dan alvast dat duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen. Ik zal eerst even laten zien hoe mijn kast er momenteel uitziet. Dit zijn dus niet alleen mijn kleren, maar ook de kleren van mijn vriend. Ze zitten dus allemaal hier in één kast. De jassen zitten er niet in. Daar hebben we nog een aparte kast voor. Maar dat zal ik straks wel laten zien, want die moet ook zwaar opgeruimd worden. Ik zal eventjes beginnen hier aan de bovenkant. Hier hangen eigenlijk alle truien en blouses die we hebben. We vinden dat wel gewoon handig om op te hangen. Dus dat hangt hier allemaal. Dan heb je hier een plank die eigenlijk officieel leeg hoort te zijn, maar eigenlijk niet echt iets hoort te liggen. Maar omdat we gewoon gebrek hebben aan ruimte, ligt daar dus wel dingen. Dan daaronder hebben we nog een la. En in deze la, ik kan het wel even laten zien, ligt hier eigenlijk allemaal ondergoed van ons samen. Hier liggen allemaal t-shirtjes van Milan en hier liggen allemaal topjes van mij. Maar zoals je misschien kunt zien, ja, is dat ook wel een beetje geweest, die indeling. Want alles ligt door elkaar heen. En dan neem ik jullie nog een stukje mee naar beneden. Want dit is ook echt, ja, dit is gewoon ook niet normaal. Wat eerst het systeem was, was hier mijn rokjes en korte broeken. Hier Milanse sportbroeken. En dan hier samen onze spijkerbroeken in het midden. Maar zoals je kunt zien zit er ook niet meer echt iets van logica in. En hieronder staan onze schoenen. Maar eigenlijk staan de schoenen door heel het huis heen. Dus dat gaan we ook eventjes opruimen. Ik denk dat we gaan beginnen met het hanggedeelte. Omdat dat best wel makkelijk door tussenuit te pakken is van wat ik wel wil houden en wat ik niet wil houden. Ik ga niet heel erg diep in op alle items. Dus ik zal wel een paar favorieten aan jullie laten zien. Maar als jullie het leuk vinden om binnenkort een klassentour te krijgen, doe dan zeker eventjes een duimpje omhoog of laat het weten in de reacties. Dan ga ik wel dieper in op alle items. Maar voor nu is het gewoon echt uitzoeken, opruimen en weer een clean kast krijgen. Dus daar gaan we mee beginnen. Zoals ik dus al zei, hangt eigenlijk alles door elkaar heen. Truien en dingen van mij en Miu door elkaar. Zoals je misschien kunt zien is wel het meeste van mij. Maar alles van Miu ga ik gewoon lekker laten hangen. Volgens mij heeft hij niet echt iets wat hij weg wil doen. Dus de losse hangertjes ga ik er trouwens tussendoor even tussenuit halen. Want hier liggen ook allemaal truien die ik dan straks nog kan ophangen. Kijk, dit is wel, deze wil ik wel even laten zien. Dit is echt één van mijn lievelingstrui. Ik heb deze van mijn vriendinnetjes gekregen voor mijn verjaardag afgelopen jaar. En dit is een trui van Worst Behavior. En deze is zo groot, zo oversized, zo lekker. Ik ga denk ik deze echt nooit van mijn leven wegdoen. Ik krijg ook altijd als ik deze aan heb echt mega vaak de vraag waar die van is. Maar hij is dus van Worst Behavior. En ik heb hem in een XS volgens mij. Ja, een XS. En hij is echt mega oversized. Dus hou er rekening mee als je hem wil kopen. Dan 2 hoodies van Frankie's. Die bewaar ik. Deze van Colorful Rebel, die heb ik op de sample sale gekocht. Maar ik twijfel hier een beetje over, want ik heb echt een beetje het probleem met mezelf dat ik iets koop als het in de sale is. En zo was het dus ook met dit. Dus ik denk dat ik deze eventjes op de stapel leg voor misschien weg. Trui van Alex de Leeuw. Ik heb ook best wel veel trui van Alex de Leeuw, maar dat komt gewoon omdat ik het echt een heel leuk en chill merk vind. Zo, een losse hanger. Houden. Kijk, dit zijn 2 blouses van Miu, maar die delen we eigenlijk samen en ik krijg hier zo vaak de vraag naar. Maar dit zijn gewoon blouses van de Zara mannenafdeling en die droeg ik dan ook gewoon, ook al waren ze van Milan. Deze had hij toen in Londen gekocht en deze hebben we toen gewoon op de Zara site besteld. Dat is echt een tip, ben je nou op zoek naar van die flannels, van die leuke houthakkersblouses en zo, kijk bij de Zara mannenafdeling. Die hou ik, deze hou ik ook. Welke is dit? Oh ja, die hou ik ook. Deze twijfel ik wel een beetje. Deze heb ik vorig jaar gekocht bij de H&M. En toen letterlijk 1 keer aangehad. Het is een beetje een gebreide trui. Ik weet niet of je het stofje goed kan zien.
Nee, ik hou deze wel. Ik vind hem wel eigenlijk heel erg leuk. Ik moet hem gewoon wat meer dragen. Deze van Color Forever hou ik. Dit blouseje van Sandro vind ik echt heel erg leuk. Ik had hem toen gekocht in Roermond, in de Roermond Outlet. Maar ik draag hem gewoon niet. Maar misschien voor de winter dat ik hem wel weer wat meer ga dragen. Ja, twee jurken, blouseje, jurkje, jurkje. Wat is dit? Nou, deze mag wel weg. Die draag ik toch maar. Ja, deze heb ik dus toen gekregen van Shein. Maar ik weet niet, ik vind hem gewoon niet zo leuk staan bij mezelf. Misschien dat ik ga vragen of mijn nichtje dat hebben. Want mijn nichtje vindt Shein dus ook heel leuk. En ik denk dat deze haar wel heel leuk gaat staan. Dus die gaat ook weg. Dan deze trui van Shein, ook heel leuk. Oh, en dan deze. Dit is een trui van Hannah Schoeneberg van de Naked collectie. En ik mocht dus dingetjes uitzoeken bij Naked. Toen zag ik deze trui en ik wilde hem zo graag hebben. Alleen ze had alleen nog maar een L. Dus ik heb hem toen in een L genomen. Maar ik vind nog best wel dat hij meevalt met hoe oversized hij is. Maar kijk even hoe mooi dit kleurtje is en hoe leuk deze armen zijn. Heel leuk. Dus die hou ik sowieso. Ik twijfel een beetje of ik alles binnenste buiten wil gaan hangen. Dus wel wat geordender. Ja, weet je wat ik eerst ga doen? Ik ga eerst mijn kledingkast helemaal uitzoeken van wat wil ik houden en wat ga ik niet houden. En dan ga ik het mooi neerleggen en binnenste buiten vouwen. Dat is wat ik ga doen, denk ik. Oké, nu deze plank. En ik denk dat ik gewoon alles op de grond ga gooien en gewoon ga kijken van oké, wat hou ik en wat niet. Oké, dit is een broek van de Zara. Die hou ik sowieso, maar die moet nog ingekort worden, want die is dus te lang. Dus die gooi ik even op bed. Dat ik die van de week even naar de kledingmaker kan brengen. Dan dit vest van By Use Fashion. Die hou ik sowieso. Gooi ik even op de grond. Deze mega oversized blouse van de H&M. Die hou ik ook. Mijn Burberry bucket hatje. Die hou ik ook. Maar die ligt hier niet echt op een chille plek. Dus die ga ik eventjes een ander plekje geven. Een shirtje van Lovies. Altijd jong te houden. Die hou ik. Wat is dit? Oh, t-shirtje van Miu. Panty. Mijn nieuwe Gooseberry badpakken. Ik mocht dus weer bij Gooseberry wat nieuwe badpakken uitzoeken. Sommige mensen zullen misschien wel weten, maar ik had dus al een aantal Gooseberry badpakken. Namelijk deze blauwe. Tada, echt een bloedmooi badpak. Alleen ik had ze toen in een M besteld. En bij mij waren die gewoon best wel groot. Dus nu mocht ik weer wat nieuwe items uitzoeken. En heb ik mijn favoriete in een S besteld. Dus ook weer de blauwe. Want ja, ik vond hem gewoon zo mooi. Maar die M was gewoon echt te groot. Dus ik heb hem nu in een S'je. En die andere ga ik dan een Rosa geven. Deze. Rosa is wel even groot. Maar ze heeft wel iets grotere boobies. Dus dan zit het waarschijnlijk wel mooier. Ik heb deze uitgekozen. Echt onwijs blij mee. Heel erg mooi kleurtje. Echt een hele mooie groene. En als laatste ook echt een van mijn favorieten. En dat is deze. Deze had ik dus ook al in een M. Maar ook die was weer gewoon echt te groot. Dus vandaar dat ik hem dus weer in een S'je heb genomen. En dit is er eentje die ik al had. Deze. En dit is dus wel een M. Maar ja, op zich weet je. Ik ga hem verder niet wegdoen, want ik vind het gewoon echt een heel mooi kleurtje. Maar die andere heb ik dus nu allemaal in een S'je. Dus dat zijn mijn Gooseberry badpakken. Ik hoop echt dat we binnenkort, of nou binnenkort, dat ik gewoon snel op vakantie kan. En gewoon lekker al deze badpakken aan kan doen. Afgelopen zomer zouden Milan en ik eigenlijk naar Bali gaan. Dus waren die badpakken natuurlijk echt perfect geweest om daar te dragen. Ik vind dit ook gewoon zo'n mooi kleurtje als je lekker bruin bent. En ja, die badpakken maken je figuur echt gewoon prachtig. Dus ik kan niet wachten om opnieuw mijn vakantie naar Bali te boeken en om deze aan te trekken. Dus die. Maar die bewaar ik dus in dit zakje waarin ze zijn gekomen. En dat moet ik ook even hierin leggen. En deze haal ik er gelijk tussenuit, want die is dus van Rosa. Die gaat ook even op de stapel daar. Even kijken. Nog meer panties. Leeg doosje, dus die kan sowieso weg. Een Decennio poster. Die hoort hier ook niet. Oeps. Een los kaartje. Hoort hier ook niet. Even kijken. Een BH. Die hoort in deze la. Dan heb ik hier een trui van Alice the Label. Een trui van Ralph Studios. Deze heb ik toen op United Wardrobe gekocht. Echt heel blij mee. Die gaat eventjes op de stapel voor zometeen ophangen. Dan een broek van Afternoons. Een soort van legging met aan de onderkant een split. Lijkt een beetje op die welbekende Zara legging. Dus die moet ook een ander plekje.
Oh, dit is een topje van de H&M. Die doe ik even hierbij. Zo. Zoek ik dat straks wel uit. Een Albert Heijn tas. Even kijken. Een trui van Lovies. Deze Spencer, ook van Afternoons. Echt heel erg leuk, vind ik deze trend tegenwoordig. Ik heb er ook eentje bij de H&M besteld. Die komt als het goed is morgen binnen. Maar ik wil eigenlijk een hele grote herfstshop nog gaan doen. Dus dat zal ik daar wel in laten zien. Maar die dus. Oh, een kussensloop. Dat hoort hier ook niet. Dan nog twee dozen. En dan zou je denken, maar waarom bewaar je dit? Maar ik heb hier toen die hoodies ingekregen van Freddy's bij FBI. Echt heel erg leuk. Maar ik dacht, dit is natuurlijk hartstikke leuk om te bewaren om cadeautjes in te doen als iemand jarig is. Dus dat zijn die. Dus ja, die laat ik wel zo meteen op die plek staan. Deze trui van Lovies. Ik weet niet, ik draag deze gewoon nooit. En ik denk dat ik hier iemand anders blijer mee kan maken. Dus deze gaat in de doos voor de klassetsail. Dan deze trui van de Mango. Die vind ik echt heel leuk. Dus die ga ik ook ophangen. Mijn dustbag van mijn Saint Laurent tas. Die moet even op een andere plek. Wat is dit? En dan als laatste nog mijn nieuwe bio bikini. Die andere was helemaal verkleurd. Dus ik heb hem toen opnieuw besteld. Zo. Dat is deze. Dus echt mijn favoriete bikini van bio. Ik vind hem echt zo mooi. Dat is deze. Lekker met de kaartjes er nog aan. Dus ik hoop weer op een lekker vakantietje binnenkort. Zit er denk ik niet in. Maar ja, daar heb ik wel vast een leuke bikini. Dus dat is die. Oké, alles wat hier lag is weg. Die twee dozen ga ik wel eventjes terugleggen. Want ja, dat vind ik gewoon veel om te bewaren. Zo. Oké. De volgende la. En dit is denk ik echt een hel. Want hier zit dus ook heel veel ondergoed en zo in. Maar oké, ik ga jullie eventjes een beetje inzoomen. Oké, deze la is dus zoals ik zei best wel een beetje chaotisch. Er zit hier allemaal ondergoed in. Ik ga verder geen ondergoed wegdoen of zo. Ik hou het allemaal. Wel wil ik eventjes dit setje laten zien. Want hoe mooi is deze van Lounge. Echt prachtig setje. En aan deze kant liggen dus mijn kleding. En aan deze kant dat van Miu. Dus dat laat ik ook lekker liggen. Dat ga ik verder niet opruimen. Dus we gaan ons focussen op dit gedeelte. Nou, dit is dat zwarte shirtje wat ik net open heb gemaakt. Dus die hou ik sowieso. Deze blouse van Shein. Ja, ik weet het niet. Daar ga ik denk ik iemand anders blij mee maken. Dan even kijken. Shirtje van Lovies. Volgens mij is dit die leuke. Ja, deze vind ik echt heel leuk. Dus met dat Rebel Tour volgens mij. Kijk. Heb je dit op de achterkant en dit staat op de voorkant. Dus die hou ik. Hier nog een shirtje van Lovies. Dus met dat ACDC. Dat hou ik ook. Nou, dit topje van de Bershka vind ik echt heel erg chill. Deze heb ik in de zomer heel veel gedragen. Dus die hou ik ook. Dan komen er heel veel bodies zometeen. Ik heb namelijk heel veel Zara bodies. Deze groene vind ik prachtig, dat kleurtje. Deze blauwe ook heel mooi. Deze huidskleur ook heel mooi. Kaartje zit er nog aan. Dan heb ik hier een witte, maar die is een beetje verkleurd. Dus ik denk dat ik deze weg ga doen. En een nieuwe witte ga bestellen. Want ja, als wit eenmaal niet meer wit is, dan krijg je het ook niet meer wit, zeg maar. Of zal ik hem nog bewaren voor... Ja, ik bewaar hem nog wel voor stel dat ze een keertje uitgaan of zo. Oké, dus deze wil ik allemaal bewaren. Dan deze body, die is van Naked. Die vind ik ook heel mooi. Voor is hij gewoon clean zwart, maar aan de achterkant. Ik weet niet of je dat goed kunt zien. Er zit een gat. Echt heel mooi, dus die bewaar ik ook. Shirtje van Ralph Lauren, die is van Miu. Deze heb ik toen echt voor gestreden om te houden, om te kunnen krijgen. Deze heb ik toen op op United Wardrobe gekocht. Met een bijpassende rokje. Ik twijfel hier een beetje over. Want letterlijk heel de wereld heeft hem. En ik heb hem nog 0 keer aangehad. Ik denk dat ik deze weg doe. Dan dit topje. Nou, deze kan op zich wel handig zijn. Dus die bewaar ik. Dit topje van de Zara hou ik. Kaartje. Van die cups. Ik haat het dus als er van die cups in... bralet zitten, dus die hou ik er altijd uit. Maar die liggen hier nu ook een beetje los te wezen. Dus die kunnen weg. Dit crop topje van de Zara, die hou ik ook. Oh, dit topje, die vind ik heel mooi. Dus zeg maar zo'n halter topje. In een hele mooie groene kleur. Ook van de Zara hou ik ook. En dan heb ik deze. Hier was hem helemaal zo'n hype over op TikTok.
Maar die doe ik weg. Dan dit shirtje. Deze heb ik toen op United Wardrobe gekocht van Le Café Noir. Waar het ding is. Dus die hou ik. Die vind ik leuk. Dan dit topje. Deze vind ik ook heel leuk. Is van Naked. Is zo'n off-shoulder topje met van die ballonmouwen. En dan is die zo cropped. Die vind ik heel erg mooi. Ik zit nu weer alles hier te proppen. Maar het gaat zo meteen hier terug hoor. Dan dit vest. Dit is van de Zara kinderafdeling. Zo'n cardigan vest. In echt een hele mooie kleur. Dus die hou ik. En als laatste hier ligt ook zo'n wikkelvest. En deze is van... Waar is deze ook weer van? Nou, ik zou het oprecht niet weten waar deze van is. Maar in ieder geval een leuk vestje dus. Oké. Dan ga ik dit wel gelijk eventjes opvouwen en zo. Dit vest gaat daar weer bovenop. Ik denk dat ik hier tussen hiernaast, zeg maar, mijn bodies van de Zara ga leggen. Ik heb dus ook ergens nog een zwarte body, maar ik weet gewoon oprecht niet waar die is gebleven. Maar die vond ik wel echt heel chill, dus misschien dat ik die opnieuw ga bestellen. Want ja, zwart is altijd goed. En dan bestel ik ook gelijk een nieuwe schone witte. Zo, deze zoek ik er ook wel bovenop. Dat is ook wel een soort van zo'n topje. Dit topje is echt heel vervelend om op te vouwen. Dus ik denk dat ik bij deze gewoon hem zo een beetje oprol. En dan hierachter zo ertussen leg. Dan is hier verder natuurlijk nog allemaal ondergoed en zo. Dat probeer ik een beetje zo ertussen te leggen. Zo'n broek van Miu. Miu's kleding ga ik verder niet uitzoeken. Maar ik ga het wel even een beetje opnieuw opvouwen. Zodat het er toch nog een beetje georganiseerd uitziet. Dus dat ga ik nu doen. Oh my god, kijk wat ik vind. Ik heb het er net nog over. Dat ik hem kwijt was. Maar hier is mijn zwarte Zara body. Oh, beter dat ik die heb gevonden. Oh yes. Hoe toevallig, maar oké. En er hingen ook nog wat dingetjes aan de waslijn. Schoon ondergoed en zo. Dus dat leg ik hier ook tussen. Dus dan is deze lijn in principe klaar. En gaan we naar de broeken. En ik denk echt dat dat een hel wordt. Oké. Ik heb jullie eventjes ietsjes lager gezet. Dat is misschien wat makkelijker. Er ligt hier gewoon echt veel te veel. Dus ik ga dit denk ik er eerst gewoon allemaal uitgooien. En dan aan de hand daarvan ga ik gewoon kijken van oké, ga ik het terugstoppen of ga ik het wegleggen. Deze was Miu gisteren kwijt. Gevonden. Er ligt hier zoveel. Dat is niet normaal. Jullie moeten even zien hoeveel broeken hier liggen. Dit is toch niet normaal? Oké. Laten we beginnen met uitzoeken. Oké, ik ga gewoon eventjes alles van mijn schoot afgooien. Ik ga gewoon maar beginnen met de items die ik sowieso wil houden. Als allereerst dit rokje van Sandro. Die heb ik toen op United Wardrobe gekocht. Vind ik echt een heel leuk rokje. Echt love it. Dus die ga ik sowieso houden. Dit rokje van Alex de Leeuw vind ik ook nog steeds heel leuk. Dus die hou ik ook. Ja, dan heb ik dus dit rokje die dus bij dat topje hoort. Ja, en ik vind het rokje los dus wel heel leuk. Maar het is misschien leuker om het als setje te verkopen aan iemand. Oké, voor nu hou ik hem nog. Maar grote kans dat ik hem ook weg ga doen. Ja, dit rokje van Lovie vind ik echt beeldig. Dus die hou ik ook sowieso. Heel mooi rokje dit. Vroeger was ik dus echt alleen maar een beetje van de spijkerhoekjes en zo. Maar sinds afgelopen zomer vind ik zulke soort hoekjes echt zo ontzettend leuk. Oké, dan
dit leren shortje. Die is van de Primark. Die heb ik net nieuw. Die vind ik echt heel leuk. Dus die hou ik. Even deze band er doorheen. Anders raak ik die natuurlijk weer kwijt. Zo. Dan dit rokje van Nikki. Die vind ik ook echt heel erg leuk. Dus die hou ik ook. Dan dit broekje. Een beetje hetzelfde broekje als die beige. Maar dan in het paars van Lovies. Oké, ik pak hem er gewoon niet zo snel bij. Misschien door de kleur moeilijk te combineren. Ik weet niet. Ik heb er ook een bijpassende blouse bij. En die ga ik wel meenemen naar de Class of Chill. Dus misschien leuk als ik deze dan ook meeneem. Dat het echt als setje gekocht kan worden. Dus die doe ik weg. Nou, dan heb ik hier nog een spijkershortje van Levi's. Die hou ik sowieso. Dat is echt mijn favoriete shortje. Ga ik nu alleen niet dragen, maar goed. Even kijken hoor. Dan dit joggingsbroekje. Van de Pangania. Ik kan het uitspreken. Pangania of zo, weet ik veel. Pangaya. Pangaya. Die hou ik ook. Die vind ik heel chill. Daar heb ik ook een bijpassende trui van. Vind ik heel leuk. Even kijken hoor. Dit rokje van Lovies. Was ook echt mijn favoriet deze zomer. Dus die hou ik. Dan dit rokje van Lovies. Vind ik ook heel leuk. Die hou ik ook nog. Ja, de rokjes schuif ik even naar achter. Dan heb ik nog wat korte joggingsbroekjes. Als eerst deze van de Zara. Die is heel chill. Vooral nu lekker omdat we zoveel thuis zitten natuurlijk. Dus die hou ik. Dan deze beige. Alleen ik vind hem bij mezelf gewoon net eventjes iets te lang. Dus deze doe ik weg. Dan deze rok van Lovies. Vind ik echt heel erg gaaf. Dit vind ik ook gewoon leuk voor van de winter of zo. Met gewoon zo'n gebreide trui erop. Bij de rokjes moet deze. Volgens mij zijn alle korte dingetjes nu wel een beetje geweest. Zo kom ik bij de wat langere broeken. Als eerst deze. Deze van de Zara. Echt mijn favoriete broek. Ik vind deze echt onwijs leuk. De korte broekjes doe ik even hier. Dan deze beige leren broek van Lovies. Die vind ik ook heel erg leuk. Alleen nog niet gedragen. Maar die hou ik wel. Want die wil ik wel gaan dragen. Dan een zwarte leren broek van Afternoons. Die is echt mijn favoriet. Ik krijg altijd heel veel vragen over. Maar dat is die ene met de split hier. Dus die hou ik ook. Zo. Dan precies diezelfde broek heb ik ook in het beige. En deze is van By Use Fashion. Vind ik ook heel leuk. Maar met een lekkere oversized trui erop ofzo. Dus die hou ik. Ik vind sowieso beige kleurtjes de laatste tijd echt heel erg leuk. Oh, ik heb nog een kort broekje. Dit was echt deze zomer echt een van mijn favorieten. Dat is deze van Naked. Ook weer een beige kleurtje. Zo, ik doe deze eventjes hier naar achteren. Dan deze broek. Deze is echt heel hysterisch, maar wel echt heel leuk. Zo'n goede vlekkenprint broek. Deze hou ik, want deze heb ik pas maar net. Dan mijn favoriete jeans. En dat is mijn Sandro Flame jeans. Maar echt love deze broek. Echt heel erg leuk nog steeds. Dus die hou ik sowieso. Hier heb ik ook echt een godsvermogen voor betaald voor deze broek. Echt. Ik verklaar me voor gek. Maar ik vind hem nog steeds heel erg leuk. Oké, de spijkerbroeken doe ik denk ik dan hiervoor zo. Ik kom nu ook wel broeken van Miu tegen. Dus die leg ik ook gewoon eventjes neer op zijn plekken. Dan heb ik hier nog een broek van Naked. Die vind ik echt heel erg mooi, dat kleurtje. Dus die hou ik ook. Die heb ik wel hier zo. Dan heb ik nog een broek van Naked van de Kim Veenstra lijn. Dat vind ik echt een hele mooie broek. Dus die hou ik ook sowieso. Dan heb ik een hele gave broek. De welbekende street leg pants van de Zara. Alleen hij is dus echt zo'n stuk te groot. Dus ook die ga ik eventjes naar de kledingmaker brengen ergens deze week. Dan is dit nog een broek van Miu. Mijn mom jeans, maar die moet eventjes in de was en een beetje heet, want hij wordt een beetje te groot. En dan nog mijn witte broek van Nikki. Ik weet niet, ik vind hem niet mega mooi zitten, maar het is de enige witte broek die ik heb. Dus dan ja, wil ik hem wel gewoon graag houden. Ik vind het dus echt heel lastig om een mooie witte broek dus te vinden. Maar ik weet, sportlegging
van Nike. Die gaat hier op. En dan heb ik nog een zwarte broek van Nikki. Dat is echt mijn favoriete zwarte broek. Dat leg ik hier op. En dan nog een beetje een donkergrijze broek van The Pieces. Ook wel een prima broek op zich. Zo. Dus dat zijn alle broeken. Dan had ik natuurlijk nog wat hangertjes over en nog wat kleding op de grond. Dus dat ga ik nu aan deze hangertjes doen en ophangen. Zal ik het gelijk op soort hangen? Ja, oké. Ik ga zeg maar alle gebreide dingetjes een beetje bij elkaar doen. Blousjes bij elkaar en dat soort dingen. Ik heb eventjes een krukje gepakt, want ik kan even wat beter rijden. Dan hoef ik niet zo op mijn tenen te staan. Oké, dit wikkelvest van By Use Fashion ga ik eventjes opvouwen. Omdat het anders gewoon heel lelijk wordt als je dit soort stofjes gaat ophangen. Dus die gaat in een laadje hieronder nog. Eindelijk is mijn kast opgeruimd. Ik zal jullie eventjes een snelle kleine overview geven van hoe het er nu allemaal uitziet. En dan gaan we snel door naar de jas. Oké, hier hangen nu dus alle truien van Milan en mij samen. Ik heb het een beetje ingedeeld. Soort van op kleur, zoals jullie kunnen zien. Hier, eens kijken, tot dit gedeelte is van Miu. En zijn laatste kleur is blauw. En de mijne begint dan met blauw. Naar zwart, naar grijs, naar wit, naar roze, naar oranje. En dan zo over in de blousjes. Oh, er hangt hier nog een beige. Maar op zich vind ik die hier wel leuk hangen. En verder zo in de blousjes. Dus dat is een beetje hoe ik het hierboven heb ingedeeld. En als we dan naar beneden gaan, hebben jullie deze laan natuurlijk ook kunnen zien. Maar hier is Miu's gedeelte. Hier is al ons ondergoed gezamenlijk. En hier zitten al mijn t-shirtjes, bodies en vestjes. Dan als we helemaal naar beneden gaan, zie je hier mijn korte broekjes. Daarachter zitten mijn rokjes. Spijkerbroeken, hierachter de wat meer apartere broeken. En hier dan nog een beige en een witte broek. En dan is hier nog ruimte voor Miu, of daarbovenop kan ook nog. En hier zijn zij spijkerbroeken en daar zijn joggingsbroeken. Dat was dus onze kledingkast. Laten we nu maar snel verder gaan naar de jassen. In deze kast zitten onze jassen. Dit is de kast naast de voordeur. En in onze kledingkast past het gewoon niet meer. Dus vandaar dat wij dit hebben gepromoveerd tot onze jassenkast. En zoals je kan zien ook een beetje de troepkast. Maar het gaat nu vooral om de jassen. Dus ik ga jullie eventjes een stukje naar beneden zetten. Dit zijn alle jassen die er op dit moment in de kast hangen. Dit is een spijkerjack van Milan van de Zara. Maar die vind ik ook wel leuk om eens te dragen. Dan heb ik dit spijkerjasje van de Zara. Die hou ik sowieso. Dan dit jasje van Esther de Label. En daar heb ik dus die bijpassende broek bij. Dus die vind ik heel leuk. Dan deze van Naked met van die franjes aan de achterkant vind ik ook echt een heel erg leuk spijkerjasje, dus die hou ik ook. Dan deze van de Bershka, die heb ik vorige week nieuw gekocht. Is echt een van mijn favoriete tussendoorjasjes. Ik vind deze echt heel erg leuk. Die hou ik. Dan mijn favoriete leren jasje van Colorful Rebels. Zoals je kunt zien misschien hou ik echt heel erg van franjes, dus deze hou ik ook. Dan dit jasje en deze ga ik denk ik wegdoen, omdat ik had hem dus in een S gekozen, omdat ik dacht dan is hij lekker oversized. Maar is eigenlijk helemaal niet oversized. Dus deze ga ik wegdoen, want ik vind hem niet zo heel erg leuk staan. Dan deze. En dit vind ik echt een geweldig jasje. Deze is dus ook van Colorful Rebel. Ook weer met allemaal franjes eraan. Ik hou echt heel erg van franjes. Dus die ga ik ook sowieso houden. Dan deze jas van Lovies. Die heb ik net nieuw. Alleen hij is voor mij echt best wel groot. Dus ik twijfel heel erg over deze jas. Maar misschien dat ik hem aan mijn moeder of zo geef. Dus deze hou ik wel. Maar misschien voor mijn moeder.
Dan nog een jasje met franjes. Hoeveel jasjes met franjes kan je hebben? Maar deze is van Lovis en deze vind ik echt heel erg leuk. Ik heb deze ook in een slangenprint. Maar die ligt bij mijn vader en die ga ik denk ik wel wegdoen. Maar die kan ik nu niet laten zien, want die heb ik hier niet. Nou, jasje van Miu. Dan deze panter van Lovis vind ik ook heel erg leuk. Die hou ik ook. Jasje van Miu. Deze ga ik helaas wel weg. Het is een leerjasje van Lovis, maar hij staat bij mij gewoon echt niet mooi. Dus deze gaat wel weg. Dan deze jas van Naked. Ik heb hem nog niet gedragen omdat het nog niet echt zo koud was. Maar deze vind ik heel erg leuk, dus die hou ik ook. Dan deze jas. En dit is echt mijn nieuwe favoriet. Eén van mijn nieuwe favorieten. En deze is van Goosecraft. Het is echt een hele lange teddy jas. En aan de binnenkant heeft hij dus ook van dat leer. Dus die hou ik sowieso. En dan als laatste, en dit is echt mijn nieuwe liefde, dat is namelijk deze vintage bomber. Deze heb ik op zo'n vintage Instagram account gekocht. Deze vind ik echt heel erg leuk, dus die hou ik ook. En dan heb ik hier nog een rekje met allemaal tassen. Ja, ik ben eigenlijk niet echt van plan om tassen weg te doen. Ik kan zo eventjes laten zien. Ik heb hier deze bruine Nuno. Deze van Shein. Misschien dat ik deze wel weg doe, want ja, ik gebruik deze gewoon niet. Dan heb ik hier nog mijn tas van Maasje. En daar nog mijn andere drie Nuno's. En dan heb ik hier nog mijn Furla tasje staan. En nog mijn geliefde Yves Saint Laurent tas. Maar daar doe ik eigenlijk niks van weg. Dus dat was dan deze video. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. Ik vond het zelf best wel leuk om op te nemen. Op deze manier was het opruimen een stuk minder erg. Ik heb dus wat leuke items verzameld voor 31 oktober voor de Closet Sale. En ik heb er al een verhuisdoos staan waar ook al wat items in zitten. Dus ben je nou benieuwd? Kom zeker eventjes langs 31 oktober in Amsterdam in het Mr. Monkey Hotel. Alle informatie zal nog een keertje in de beschrijving staan. Ook welke andere meiden er zullen zijn met hun kleding. Rosa gaat ook gezellig mee, dus dat is heel erg leuk. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!